in een relatie zit, verwacht je iets van Valentijn? Ik zit zelf wel in een relatie, maar ik verwacht niet echt wat. Je verwacht niks? Nee. Oké. Het zou leuk zijn, kleine dingetjes, maar wat je net al aangaf, moet elke dag zo zijn. Ik zeg je eerlijk, ik verwacht niks, man. Ik ben iemand die liever geeft dan wat ik krijg. Ja. Oeh. Zo. Hetzelfde? Ik verwacht het niet. Ja, het is wel leuk gewoon. Ja, maar je verwacht het niet. Nee, precies. Ik verwacht het niet. Ik zou het leuk vinden, maar ik zou het zelf ook vergeten. Dus. Je zou het niet verwachten of zo van je vriendin? Nee, dat zou... Nee, weet je niet zeker? Ik zou juist denken dat zij verwacht van mij dat ik wel iets leuks vind. Dan wel. Ja. Maar niet andersom. Nee, dat niet. Nee. Zou je iets geven? Misschien. Hangt van wat af? Of je in de mood bent. Of ze goed is geweest. Oké. Maar oké, wat vinden jullie ervan als jullie in een relatie zitten? Verwacht je dan iets op Valentijnsdag? Dames, ik zou eerlijk zijn, hè. Ik verwacht niks, maar als ik iets krijg, waarom niet? Ik vind het ook welkom, weet je toch? Snap je? Het is allemaal mooi gebaar, vind ik. Dat is mijn mening erover. Dus wat vind jij daarvan? Nou, ik ben zelf wel de persoon die de initiatief zal nemen. Want ik geloof dat als je in een relatie zit, soms moet je vriendin verrassen. En dagen zoals Valentijn, ook al zou ze niks van mij verwachten, ik vind dan wel dat ik iets speciaals doe dan voor haar. Exact. Zou ik dan doortrekken. Maar dus jij verwacht niks gewoon, jij denkt van, als jij iets krijgt... Nee, als ik iets krijg, maar ik verwacht niet passief van, ik moet iets van haar krijgen. Ik bedoel, nee, voor mij hoeft het niet passen, nee. En je dames? Nou, ik verwacht niks, maar als ik hem krijg, is welkom. Is gelijk. Waarom ben je zo? Oké, dus als je iets krijgt, is het wel... Is welkom. Maar ben je eerlijk of wat? Ik ben eerlijk. Ja? Maar heel veel mensen... Nee, weet toch, heel veel mensen zeggen van... Je weet wat je zegt, vrouw, wat je zegt. Nee, maar ik verwacht echt niks. Nee. Wow, het is welkom, maar ik verwacht ook niks, want... Ik ook niet. Dat is een lie! Jullie verwachten niks. Het is een lie! Ik ga tegen iemand zeggen. Iemand? Maar zijn we nou eerlijk of niet, Anita? Nee, Anita is niet eerlijk. Ik verwacht niks. Oké, someone is going to know. Nee, ik verwacht niks. Oké, dat is waar. Ik hoop nog gewoon een lied in mijn hoofd aan gaan. Maar je bent niet lie! Ik moet eerlijk zeggen, dat hoor ik niet zo vaak van vrouwen. Van jullie, van vrouwen dat ze daar gewoon aangeven dat ze niks verwachten. Dat hoor ik niet zo vaak, laten we eerlijk zijn, je weet toch? Mm-hmm. Maar ik zeg eerlijk, ik zeg wel, ik verwacht niks. Mm-hmm. Maar je gaat wel iets voelen. Ergens diep van binnen denk je van, oké, stel je voor, het zou wel leuk zijn als hij toch wel een bloemetje meeneemt. Toch eerlijk. Nou, ik ben geen rof, ik hou niet van bloemen. Ik wel. Als hij chocolaatjes meeneemt. Maar ja, het is leuk. Maar het is niet alsof ik zit te wachten of zo. Nee, maar ergens diep van binnen, ik persoonlijk denk wel van, het zou leuk zijn, maar het moet niet. Nee, het moet niet. Ik verwacht maar het zou wel leuk zijn. Oké, dat is het.